De stichting SUEID streeft dit jaar naar een inzamelingsbedrag van 1 miljoen Surinaamse dollar ten behoeve van haar sociale projecten. SUEID, die in 2015 is opgestart, heeft vooral als doel de Stichting voor het Kind, waar kinderen die seksueel misbruikt zijn, worden opgevangen, sterk te ondersteunen. Dat zei Giovanni Zeggen, voorzitter van de Stichting SUEID, vandaag tijdens de overhandiging van het concept van het reguliere halfjaarlijks verslag aan de districtscommissaris Paramaribo Noordoost, Joanna Arupa, die waarneemt voor DC Mike Nerkust. Misschien kan ik wat uitleggen over 2018. We hebben eerder dit jaar de kick-off gegeven van SUEID 2018, Mekwi Ala Jiwandala. We samelen dit jaar in voor de Stichting voor het Kind, die onder een nieuw bestuur een doorstart wil maken. U weet dat bij de Stichting voor het Kind meisjes worden opgevangen die seksueel worden misbruikt. In 2016 moest het tehuis sluiten vanwege een gebrek aan financiën. Het gebouw is helemaal gesloopt. En om de herstart mogelijk te maken, moeten eerst wat herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarbij wil SUEID ondersteunen. De kosten daarvoor liggen enorm hoog. Als je praat over een bouwkundige renovatie van een totale tehuis, praat je over 1,5 miljoen Surinaamse dollar. Wij hebben van het bestuur van Stifoki vernomen dat voor de doorstart om in ieder geval een deel van het gebouw te repareren er iets minder geld nodig is. Ons streven is om 1 miljoen SRD op te halen. Normaliter start de stichting haar inzamelingsactie in december. Dit jaar is er echter voor gekozen om eerder te starten met de SUEID-campagne Mekwi Ala Jiwandala, zodat de stichting meer bekendheid krijgt, zegt Zeggen verder. We beginnen zondag. Traditioneel, de mensen die SUEID volgen, die weten dat vanaf de start in 2014 we een burger- en cocktailmiddag hebben. Traditioneel werd die gehouden bij Radio 10. Op het terrein, maar we gaan dit jaar naar het Rumhuis. We hebben normaal gesproken ook ingezameld alleen bij Radio 10 op het bordes. Dit jaar gaan we naar de mensen toe. We hebben een evenementenkalender. Op 9 december dus in het Rumhuis de burger- en cocktailmiddag. Op 10 december zijn we in verband met de jaardag van Radio 10. Radio 10 wordt 10 december 22 jaar. Zijn we bij Radio 10, maar ook dan hebben we activiteiten. Op 11 december gaan we naar Lelydorp. Naar het filiaal van Topsport en het Shell station in Lelydorp. Op 12 december zijn we in Kommerwijnen bij de Fernandes Warme Bakker, dat is in de middag. Op 13 december zijn we bij Dresscode in het centrum van Paramaribo. 14 december zijn we in Zorg en Hoop bij Wallis. Op 15 december hebben we twee momenten. We zijn eerst bij McDonald's Spanhoek en in de middag in de Hermitage Mall. Giovanni Zeggen, voorzitter van stichting SUEID, die enkele van de activiteiten van dit jaar heeft belicht. Hij deed ook een dringend beroep op alle Surinamers om mee te doen met de acties van de stichting. Zeggen sprak vandaag tijdens de overhandiging van het concept halfjaarlijks verslag 2018 aan de waarnemend DC van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost.